Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Rikkie Scheffer en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad wens ik u veel heil en zegen in het nieuwe jaar 2022. Ik heet u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hubertien Oostdijk voorgaat. Vanmorgen worden Antoinette Heurnink en Marlies Groeneveld bevestigd als ambtsdrager. De volgende ambtsdragers worden herbevestigd. Astrid Sluiter, Hanneke Maalderink, Marieke de Witte, Henriette Janssen en Leonie Kornegoor. Herma Hulleman, René Kranenborg, Gea Haan en Erik Lichtlee worden losgemaakt. De dienst wordt opgenomen op beeld en geluid, waarbij alleen de personen op het koor zichtbaar zijn. Een welkom aan de kijkers en luisteraars van de website en cd. In het bijzonder Joop en Annie Unk. Fijn dat u met ons verbonden bent. De organist is Gert Oldebeuving. Leden van de kantorij zingen in de dienst. U kunt ingetogen meezingen. De lector is Tineke Burgers en de koster is Wijnand Sluiter. De bloemengroet gaat naar de heer Gerrit Lohman. U kunt uw gaven geven in de plastic bakjes voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk. De opbrengst van de oliebollenactie is ongeveer 1000 euro. Vanaf volgende week zondag kerken we weer in het Anker. U bent welkom om 10 uur in een dienst waarin Gea Haan voorgaat. U kunt zich op vrijdagavond tussen 6 en 10 uur aanmelden bij René Kranenborg. Ik steek nu de tafelkaarsen aan de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Laat ons in een moment van stilte voorbereiden op deze viering. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Deze viering staat in het teken van afscheid, herbevestiging en bevestiging van ambtsdragers. Een aantal liederen en een tekst zijn aangedragen door degene die afscheid nemen en door degene die we gaan bevestigen. Ook start vandaag het feest van Epifanie, de openbaring, de lichtende verschijning van onze Heer. Bij Epifanie horen drie verhalen, de wijzen uit het oosten, de doop van Jezus en de bruiloft te Kana. Vandaag de wijzen uit het oosten. Op tweede kerstdag zijn ze bij Herman Haan ook langsgekomen, maar gelukkig valt er zoveel over te zeggen dat de preek helemaal anders is. Wij bidden ons Kyrie-gebed. En dat sluiten we af met het gezongen Kyrie Eleison 301a. U vindt het in de liturgie. En als Gloria-lied zingen we Hoe helder staat de morgenster. Laten we bidden. Heer, God die wij zoeken, op een onverwachte wijze bent u ons nabijgekomen. In de weerloosheid van een kind, met een naam die mensen redt. Als een geschenk uit de hemel, een kind dat uw weg verstaat als geen ander, als een mens die ons voorgaat in ons dienen, in ons bidden, in onze toewijding. Heer, ontferm u over ons, als wij de weg van dit kind niet altijd verstaan, niet altijd durven gaan, als wij onze eigen weg volgen en ons daarbij niet laten verrassen door wat u ons schenkt in uw woord, in uw schepping, in de mensen om ons heen. Heer onze God, licht in ons op deze morgen. Wijs ons uw weg. Daarom zingen wij.
bidden wij het gebed voor deze dag. God, samen met de wijzen uit het oosten knielen wij vandaag voor u neer. Schenk ons uw Heilige Geest, zodat wij ons in beweging laten zetten en op zoek blijven gaan naar het kind in de kribbe, naar de mens die recht en gerechtigheid predikte en liefde uitstraalde naar alle mensen. Dat wij vanuit die liefde leven en streven naar recht en gerechtigheid. Open daarom onze harten voor uw Heilige Geest. Amen. Er is geen kinderdienst vandaag, maar in een moment van aandacht zingen wij nu het lied De Wijzen, De Wijzen. Tineke Burgers zal voor ons de beide oudtestamentische lezingen verzorgen en aansluitend zingen wij Die chaos schiep tot mensenland. Als eerste lezing Jozua 1, vers 6 tot 9. Wees vastberaden en standvastig, want onder jouw leiding zal dit volk het land verkrijgen dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. De tweede lezing is uit Jesaja 60, vers 1 tot 6. Het nieuwe Jeruzalem. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de duister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Sla je ogen op. Kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver. Je dochters worden op de heup gedragen.
Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer. Tot zover. De evangelielezing is uit Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. En aansluitend zingen wij het Halleluja. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hem weten wanneer de ster zichtbaar geworden was.
en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden hun geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Na de verkondiging luisteren we naar een stukje orgelspel. Lieve mensen, thuis en hier, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorig jaar, aan de start van 2021, kreeg ik een nieuwjaarswens met een afbeelding erop. Op die afbeelding stond een arts met een injectiespuit in zijn hand, die het coronavirus een flinke schop gaf, zodat het van de wereld bol viel. Een jaar later weten we inmiddels dat het coronavirus zich niet zomaar laat wegschoppen, alle vaccinaties ten spijt. Ze helpen wel, maar meer om te voorkomen dat je ernstig ziek wordt. Nee, dan hebben we meer aan de tekst uit Jozua die we lazen. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Al merken we dat misschien niet altijd, Hij is er wel. Die standvastigheid, die moed en die belofte hebben we hard nodig in deze wereld. Want het perspectief, het lichtpunt, de hoop van kerst is gauw weg in deze harde wereld. God is iets nieuws begonnen, maar we moeten goed kijken om het te zien. Maar we moeten het ook willen zien. We moeten ons in beweging laten zetten, net zoals de wijzen in beweging zijn gekomen. Net zoals mensen die ouderling, diaken, kerkrentmeester of welke vrijwilligersfunctie dan ook in beweging zijn gekomen. Herma, René, Gea en Erik zijn in beweging gekomen, hebben zich met hart en ziel ingezet, vele jaren lang. Vandaag nemen we afscheid van hen als ambtsdrager. Hanneke, Astrid, Marieke, Henriette en Leonie gaan nog even door, laten zich herbevestigen, komen opnieuw in beweging, gaan daarmee verder. Marlies en Antoinette laten zich ook in beweging zetten, pakken een taak op de schouders, worden ambtsdrager. Er zijn mensen die zich wel in beweging laten zetten en er zijn mensen die zich niet in beweging laten zetten. Dat zie je in het verhaal van de wijzen goed terug. In Jesaja staat een prachtig visioen. We lazen het. De ballingschap is voorbij.
Langzaam keren de ballingen terug naar Jeruzalem. Zij komen in beweging. Met de mensen die achtergebleven zijn in Jeruzalem moet het land weer opgebouwd worden. Zie dan maar eens de droom van een nieuw Jeruzalem vast te houden. De kloof tussen hun dromen en de weerbarstige werkelijkheid is groot. Gelukkig zijn er profeten. Zij houden de droom vast, het visioen levend, en spreken zo hun volk moed in om in beweging te komen en te werken aan een beter hemels vaderland. Sla je ogen op, dicht Jesaja, kijk om je heen. Zij stromen in drommen naar je toe. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, beladen met wierook en goud. En Matthäus grijpt later op die woorden terug. Magiërs komen in beweging. Zij komen van verre, uit het oosten, in Jeruzalem aan. Zij vertrekken vanuit hun land, hun veilige basis, en bewegen zich naar een onbekend land, omdat ze een ster hebben gezien. Zoals eens Abraham in beweging kwam en vertrok naar een onbekend land, omdat hij een stem had gehoord. De wijzen gaan, zij komen in beweging en komen aan bij het paleis in Jeruzalem. Het was in de dagen van Herodes, zo vermeldt ons Bijbelgedeelte. Voor de lezers van lang geleden een duidelijke tijdsaanduiding. In de dagen van de wrede koning Herodes, een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Herodes had zijn troon te danken aan zijn vriendschap met keizer Augustus. Jeruzalem was een imposante stad geworden met mooie gebouwen, het paleis uiteraard, maar ook de tempel. Het was een tijd van relatieve vrede, maar ten koste van wat? De Romeinse geschiedschrijver Josephus meldt dat Herodes tijdens zijn regering vele mensen de dood heeft ingejaagd. Zelfs zijn eigen vrouw en 3 van zijn zonen. Hij was zeer achterdochtig. Keizer Augustus, die dus goed met hem bevriend was, schijnt ooit gezegd te hebben: je kunt beter Herodes varken zijn dan zijn zoon. Want als Jood at Herodes geen varkensvlees. Herodes is dus alles wat een koning niet moet zijn. Hij is geen dienaar van zijn volk, maar omgekeerd. Zijn volk moet hem dienen. En wie dat niet doet, of te weinig doet, moet dat met de dood bekopen. Alles wat hem bedreigt of zijn macht aantast, wordt uit de weg geruimd. Wanneer hij dan ook hoort dat er een koningskind is geboren in zijn land, voelt hij zich bedreigd en zet grove terreur in. Er is immers maar 1 koning. Achter zijn masker van vriendelijkheid naar de wijzen toe, wordt de kindermoord al voorbereid. Het was in de dagen van Herodes. Het was in de dagen van Hitler. Het was in de dagen van noem maar op, dat er vele levens verwoest werden. Maar midden in die donkere tijd is een kind geboren. Magiërs uit het oosten komen naar Jeruzalem omdat ze zijn ster hebben gezien. De ster alleen blijkt niet voldoende. Die leidt hen naar het paleis van Herodes. Schriftgeleerden weten te vertellen dat een nieuwe koning is geboren in Bethlehem, want zo vertelt het de profeet. Opvallend punt. Schriftgeleerden kunnen blijkbaar uren de schrift bestuderen, maar er toch niets van begrijpen.
Zij blijven zitten waar ze zitten. Ze verroeren geen vin. Ze komen niet in beweging. Ze weten het precies, de Bethlehem in Juda, zo zegt de profeet Micha het. Maar doen er niets mee. Zij gaan niet. Zij komen niet in beweging. Durven die schriftgeleerden niet vanwege Herodes of willen ze niet? De wijzen, de magiërs doen het wel. Zij komen in beweging en komen bij het kindje aan. De ster gaat hen voor. Je ziet de juichende droom van Jesaja als het ware in vervulling gaan. Sla je ogen op, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Ze komen in grote getalen, beladen met wierook en goud. Echte koningsgeschenken. Goud is van alle tijden het symbool van geld en macht. Wierook is het symbool van overgave en gebed. Alleen mirre ontbreekt bij Jesaja. Matthäus voegt dat toe. Mirre, de geurige olie waarmee doden werden gebalsemd. Want het is vanaf het begin af aan duidelijk dat de weg van dit koningskind een lijdensweg zal zijn. Dat kan ook niet anders met Herodes als vijand en schriftgeleerden die blijven zitten waar ze zitten en niet in beweging komen. Uit de geschenken van de magiërs blijkt hun grote wijsheid. Vandaar dat ze de wijzen worden genoemd. Ze spreken ook al over de koning van de Joden. In het Lijdensevangelie komen diezelfde woorden weer terug. De wijzen verlieten hun veilige land, hun thuisbasis, kwamen in beweging, gingen op weg. Abraham verliet zijn land, zijn stam, ging op weg, kwam in beweging. De schriftgeleerden echter bleven zitten. De hoftheologen van Herodes blijven zitten waar ze zitten. En wat doen wij? Laten wij ons in beweging zetten? Gaan wij op reis achter dit kind aan of blijven wij zitten waar we zitten? Amstdragers laten zich in beweging zetten, worden actief. Vele mensen hebben zich in beweging laten zetten, zijn actief om zo met elkaar te werken aan een bloeiende gemeente, aan een rijk van vrede en recht. Als het goed is, komen wij allemaal in beweging. Immers, we zijn allemaal geroepen om in navolging van de koning van de Joden op te staan en op weg te gaan, in beweging te komen. Op weg gaan in een wereld waarin vrede en rechtvaardigheid nog altijd bedreigd worden. Wij gaan, dromend van een wereld die gaat komen, deze wereld omgekeerd. Bemoedigd door de tekst uit Jozua dat wij vastberaden en standvastig zijn, dat God zelf ons bijstaat. Samen werken wij aan een wereld waarin vrede en recht vanzelfsprekender worden. Samen komen wij in beweging, kijken wij elkaar in liefde aan als een levende gemeente van Jezus Messias. Laten wij daarom in beweging komen en blijven. En God zelf staat ons bij. Zijn zegen draagt ons dag aan dag. Amen.
Dan mag ik nu overgaan tot de dienst van bevestiging, herbevestiging en afscheid. Maar we beginnen met het afscheid. Herma Hulleman en René Kranenborg, mag ik jullie vragen om hier te gaan staan? Vorig jaar al, in januari 2021, zijn jullie gestopt als jeugdouderling en ouderling. Door corona en de lockdown en online vieringen is er toen voor gekozen om de officiële losmaking uit te stellen. Weliswaar zitten we nu opnieuw in een lockdown, maar gaan we vandaag toch, zij het in kleine kring, jullie echt van je ambt ontheffen. Heel hartelijk dank voor alles wat jullie tijdens je ambtsperiode betekend hebben voor deze gemeente. En ook al zijn jullie er inmiddels een jaar uit, we doen zelden of nooit tevergeefs een beroep op jullie. Van opgave kerkdiensten tot het regelen van doopkaarsen en doopgeschenken. Wat blijft, lieve Herma en René, ook nadat jullie van jullie ambt ontheven zijn, is de door jullie in de tijd gegeven belofte van geheimhouding van wat vertrouwelijk aan jullie is verteld of op andere wijze bij jullie bekend is geworden. Wij danken onze God voor jullie, voor de inzet en de liefde, de volharding en de trouw, waarmee jullie je ambt in de kerk van onze Heer Jezus Christus hebt vervuld. En wij bidden jullie zijn zegen toe en prijzen onze God. Jullie mogen gaan zitten. Vandaag nemen we ook afscheid van Gea Haan als ouderling en Erik Lichtlee als scriba en diaken. Mag ik jullie vragen te gaan staan? Lieve Gea, in de 10 maanden dat ik hier nu rondloop, heb ik je leren kennen als een vrouw met een groot hart en een groot empathisch vermogen en met de gave om mensen gerust te stellen. Ik heb heel goed met je samen kunnen werken en jou als ouderling in de consistorie is echt heel fijn. Iedereen in de gemeente hier gaan jullie, Herman en jij, enorm missen. Maar we blijven met elkaar verbonden. God zegen voor jullie toegewenst in Ten Boer. Lieve Erik, op de kerkenraad van 18 december vertelde je dat je achternaam Lichtlee lichtje betekent. Voor ons als gemeente ben je meer dan een lichtje geweest. Een licht, een groot licht zelfs. Zelden of nooit deden we tevergeefs op een beroep op je. Een duizendspoot ben je. Je deed je werk als scriba en als diaken met een ongelofelijke ijver en inzet en met de nodige humor. En dat 12 jaar lang. Een prestatie van formaat. Ook voor jullie, Gea en Erik, blijft, nadat jullie nu van je ambt ontheven worden, is dat jullie in de tijd ook de belofte aan geheimhouding hebben gedaan. En dat blijft, is dat wat alles wat vertrouwelijk jullie verteld is, dat dat bij jullie blijft. Wij danken onze God voor de inzet en de liefde, de volharding en de trouw, waarmee jullie je ambt in de kerk van onze Heer Jezus Christus hebt vervuld. En wij bidden jullie zijn zegen toe en prijzen onze God. Jullie mogen gaan zitten. Wij zingen met elkaar het lied Ongestraft mag liefde bloeien.
Wij mogen tot onze vreugde 2 nieuwe ambtsdragers welkom heten en vandaag bevestigen. Antoinette Huurnink als ouderling en Marlies Groeneveld als diaken. Hun namen zijn aan u bekendgemaakt en omdat niemand enig bezwaar ingebracht heeft, gaan we zo dadelijk over tot hun bevestiging. Ook zullen 5 ambtsdragers worden herbevestigd. De diakenen Hanneke Maalderink, Astrid Sluiter en Marieke de Witte. En ouderlinge kerkrentmeesters Henriette Jansen en Leonie Kornegoor. Luisteren we eerst naar de opdracht. De apostel Paulus schrijft: er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. En de apostel Petrus zegt: dient elkander een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade van God. Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling, ouderling kerkrentmeester en diaken, om samen met de predikant deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot vreugde en tot opbouw van de gemeente en tot eer van de ene en gezegende naam. Hanneke, Astrid, Marieke, Henriette en Leonie, mag ik jullie vragen te gaan staan. Willen jullie je blijven verbinden aan deze gemeente, haar liefhebben naar Gods gebod, het jullie toevertrouwde dienstwerk verrichten met de gaven jullie gegeven, met inzet van jullie krachten, onder geheimhouding van wat jullie in vertrouwen wordt gezegd, als betrouwbare getuigen van Gods liefde en zijn trouw? Wat is daarop jouw antwoord, Hanneke? Astrid, Marieke, Henriette en Leonie. Laten wij bidden om Gods geest. Zend nu uw Heilige Geest op Hanneke, Astrid, Marieke, Henriette en Leonie. Maak hen diaken en ouderling kerkrentmeester in deze gemeente, om in liefde om te zien naar alle mensen, uw barmhartigheid gestalte te geven en uw gemeente op te bouwen. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. En last but not least, Antoinette en Marlies, mag ik jullie vragen te gaan staan en hier bij me te komen. En jullie leg ik straks echt de handen op, dus dan mogen jullie wat dichterbij komen. Laat nu aan ieder horen dat jullie in geloof jullie ambt aanvaarden. Antwoord dan hier voor God en zijn gemeente op de volgende vragen. Zijn jullie ervan overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot dit ambtswerk geroepen heeft? Aanvaarden jullie de Heilige Schrift als bron en als richtsnoer voor geloof en leven? Beloven jullie je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Beloven jullie ook geheim te houden wat vertrouwelijk aan jullie als ambtsdrager is verteld? Wat is daarop jouw antwoord, Antoinette? Ja. En wat is daarop jouw antwoord, Marlies? Dan mag ik nu vragen of Antoinette iets dichterbij komt. God, onze Vader, zend nu uw Heilige Geest op Antoinette. Maak haar ouderling in deze gemeente,
om in liefde naar alle mensen om te zien en uw gemeente op te bouwen. Amen. God, onze Vader, zend nu uw Heilige Geest op Marlies. Maak haar diaken in deze gemeente om in liefde om te zien naar alle mensen en uw barmhartigheid gestalte te geven. Amen. Mag ik vragen of u wil gaan staan? Lieve gemeenteleden, belooft u hun die hun ja-woord gaven te aanvaarden, hen te omringen met uw meeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst van onze Heer Jezus Christus. Wat is daarop uw antwoord? Dan zingen wij nu met elkaar wat de toekomst brengen mogen, staande. Wij willen danken en bidden. En sluiten ons gebed af met stil gebed en gezamenlijk gesproken onze Vader. Trouwe God, wij danken u dat u ook in 2022 onze God wilt zijn. Wij danken u dat u ons nooit loslaat. Geef dat wij net als de wijzen op zoek blijven gaan naar Jezus. En dat we bereid zijn voor hem neer te knielen. Geef dat we dat wonder van liefde blijven doorvertellen aan ieder die het maar horen wil. Geef dat we in beweging willen blijven en niet vastroesten in onze gedachten, onze ideeën. Maar dat we ons steeds weer in beweging laten zetten door het kind in de kribbe, Jezus Messias. Wij danken u voor alles wat Herma en René betekend hebben, nu wij hen na een jaar konden losmaken. Wij danken u voor alles wat Gea en Erik betekend hebben in onze gemeente,
voor de ongelooflijke hoeveelheid werk die ze verzet hebben. En wij bidden u, omring hen met uw nabijheid, uw zegen, nu zij een stap terug doen. Wees hen en allen om hen heen nabij. Wij danken u dat wij Antoinette en Marlies mochten bevestigen in het ambt. En wij bidden u, zegen hen in hun ambt. Geef hun de vrijmoedigheid om zich in te kunnen zetten voor de gemeente en iets van uw liefde uit te dragen, uit te stralen. Dat bidden wij ook, God, voor Hanneke, Astrid, Marieke, Henriette en Leonie, die nog een poosje in het ambt blijven. Wil hen ook zegenen met uw Heilige Geest. Geef ook hen uw vrijmoedigheid en liefde. Wij danken u voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeente. En wij bidden u, zegen onze gemeente in dit jaar. Wees met uw Heilige Geest dicht bij ons en houd ons bijeen. Wij bidden u dat wij betrouwbare getuigen mogen zijn van u, dat onze woorden geen leugens zijn en dat wij niet leven van hebben en houden, maar van breken en delen en zo iets kunnen uitstralen, doorgeven en betekenen voor mensen om ons heen. Wij bidden u voor de nieuwe regering die gaat komen en voor ons vorstenhuis, dat zij beslissingen durven te nemen die goed zijn voor ons land, dat zij perspectief durven geven, zicht, uitzicht, ook uit de coronacrisis, dat zij het recht hoog weten te houden en de chaos te beteugelen. Wij bidden u voor allen die regeren, macht hebben, dat zij hun macht goed gebruiken tot opbouw van land en volk. Dat zij eraan werken dat het leven leefbaar wordt voor alle inwoners. Dat geweld bestreden wordt, corruptie bestreden wordt en gerechtigheid, barmhartigheid en liefde voor iedereen hoog in het vaandel staan. Wij bidden u voor hen die als een berg tegen het nieuwe jaar opzien. Voor hen voor wie dit jaar slecht begonnen is. Voor hen die rouwen om het verlies van een geliefde en blij zijn dat de feestdagen weer achter de rug zijn en het gewone leven weer kan beginnen. Wij bidden u voor hen die niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen, dat zij om onze steun en hulp durven vragen. Wij bidden u voor onze zieken, thuis of in zieken- of verpleeghuizen, en voor hen die hen verzorgen. En in de stilte van dit moment vertrouwen wij u onze persoonlijke gebeden toe, in het vertrouwen dat u naar ons hoort. Samen bidden wij het gebed wat Jezus zelf ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We hebben net bedacht dat u straks de gelegenheid hebt om alle mensen die afscheid genomen hebben, herbevestigd zijn en bevestigd zijn, hier op het koorgedeelte de hand of de box te geven of te groeten of net wat u wil. Wij zingen staande ons slotlied, nu wij uiteen gaan.
En we sluiten straks de zegen af met het gezongen Amen. Wij laten ons in beweging zetten, omdat we weten dat we niet alleen gaan. Gods zegen, zijn liefde, gaat met ons mee, ook in 2022. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest is met u en jullie allen.